Als Veruca zegt, kom! Dat komt een hele hoop. En als Veruca zegt, man! Dan ben ik nog zo klein. En als Veruca zegt, graag! Ja, goed, hè? Ja. Ja, het was plezant. Ja, ik heb er echt van genoten. En jij ook, ik heb het gezien. Ja, dat is waar. Ja. Stiekem wel. Ik had er heel veel stress voor eigenlijk. Zo zeker net voordat mijn eerste opkomst was, dacht ik zo, ik voelde echt mijn hart bonzen. Maar eenmaal dat die eerste scène gespeeld was, waar ik hem speelde, toen was de stress eigenlijk zo goed als weg. Dus ik ben wel heel blij. En ik vind toch wel dat het goed gegaan is. Vanaf het moment dat ik opkwam en dan als oude man en ik vraag van... kennen jullie Willy Wonka? En ik hoorde ze reageren. Ik dacht, oké, het is zo'n première publiek. Ze gaan meedoen, ze gaan er helemaal in meestappen in ons verhaal. En ik denk en ik hoop dat we het tot een goed einde hebben gebracht. Niemand weet wat ik neem. Ontroering zelf. Ja, maar echt. Die kleine, dat is magie, hè? Ja. Alle drie, op een andere manier, hè? Ja. Want ze zijn alle drie fenomenaal. Niet normaal. Ze zijn alle drie compleet anders. Ik dacht eigenlijk in het begin van, waar gaan we zo'n kinderen vinden? Ja. Maar we hebben ze toch maar gevonden, ja. Hè? Ja, echt waar. Ja. En drie toppertjes. Ik vind dat die Charlies dat echt top doen. Ik vind dat niet normaal hoeveel talent dat die drie jongens hebben. Want ze spelen de pannen van de tak, ze zingen de pannen van de tak. En ik kan eigenlijk alleen maar bewondering hebben. Er is nooit een moeilijkheid geweest of zo. Want ja, het is echt makkelijk om in te leven bij die jongens. Omdat ze het zo mooi spelen ook. Ik vind vooral, en dat is een compliment naar alle departementen toe, dat het ziet er allemaal zo mooi uit. Allee, zo ervaar ik het toch. Ik bedoel, de pruiken, de kostuums, het decor, het orkest. Ik vind dat echt een zeer grote meerwaarde. Het is eigenlijk een heel grote speeltuin voor ons. Niet meer, niet minder. En zeker voor Wonka. Alles wat je wil, kan zien. Kijk maar eens de grond. Het is hier. Alles wat je wil doen, mag je. Wil je nog iets meer? Het kan alleen hier. Waarom moet iedereen komen kijken, Steven? Het is een warme, mooie, magische voorstelling waar iedereen aan zijn trekken komt. Zowel jong en oud. Je hoort iedereen lachen. De jonge mensen, de oude mensen lachen om de andere grapjes. En dat is super tof om te horen op het podium. Het is een zeer fantasierijk verhaal. Het decor is fantastisch. Je hebt spetterende personages. Dus je moet het gewoon gezien hebben eigenlijk. Het is gewoon leuk. Het is meer dan leuk. Het is, ik denk dat je als kind de zaal verlaat in een fantasiewereld. Een laagje chocolade voor iedereen. Ik heb nu wel echt goesting in chocolade. Ja. Gaan we chocolade zoeken? Ja. Oké. Gouden ticketwinnaars. Club TV. Beauregard, Salt en Bucket. Kom maar binnen.